boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Mijn naam is Anton Dillen. Oké, boys en girls. Zoals jullie horen aan de achtergrond en zoals jullie wel weten, is vandaag op 24/11 de Grand Prix van Las Vegas geweest. We gaan die vandaag ook rijden op F1-23. Waarom niet F1-24, hoor ik jullie vragen. Maar op F1-24, die game, heb je nog niet, want die is nog niet bij EA Play. Dus vandaag gaan we op F1-23 de 100% race van de Las Vegas Grand Prix rijden. Max Verstappen heeft die ook vandaag gereden. Dus ik heb mijn Red Bull kleren aan. Dus we gaan vandaag ook in de Red Bull met Max Verstappen aan het stuur rijden. Ik heb pole positie gepakt. Ik heb al de kwalificaties gereden. En ik heb pole positie gepakt. En nu gaan we dus door naar de Grand Prix. Zoals je ziet, Max Verstappen. Max Verstappen op pole positie, denk ik. 11 seconden of zoiets dacht ik op Hamilton. Oké. Dus we nu hebben nu de Las Vegas strip, de Las Vegas Grand Prix. Wacht, ik moest even iets zien. Damage staat uit, dat is goed. Oké, race strategie. Medium, soft. Ik zou weer naar medium, soft gaan. Medium, soft, dat is veel beter. Hamilton staat op de medium, Alonso, Russell en Leclerc staan op de soft. Dus, wij zijn er weg. Russell achter ons, dan Alonso, dan Hamilton en dan Leclerc. We gaan voor een tweestopper. Onze strategie is dus een tweestopper en we stoppen voor de eerste keer tussen ronde 17 en ronde 35. Stoppen we voor de eerste keer in deze Grand Prix. En we zijn goede weg op de mediumband, want we hebben al 4 seconden voorsprong op de mannen met de softs, namelijk Russell en Alonso. Hamilton op P4. En Leclerc op P5. De eerste bochten van de Grand Prix zijn gereden. En 6 seconden voorsprong op Russell. En ja, 6.6 nu, 7 seconden. En we zijn er weg. Hier is het altijd een moeilijke bocht, wat eigenlijk een haakse bocht is. En we zijn op de strip. We zijn op de Las Vegas strip. En ja, ik zie er spelletjes langs ons, denk ik. Dus ja, let's go. We rijden 3.23, 3.25 op dit stuk. Net geen 3.30 aangetikt. En we gaan een beetje wijd, maar dat maakt niet uit. Komen ronde 1 voorbij? Ja, met 10 seconden voorsprong. Met 11 seconden, denk ik. 10.6, 10.7. Oké. Tussen ronde 17 en ronde 35 gaan we binnen. Om te zien wat onze engineer zegt. Oh, dat is geen goede bocht. Beetje wijd te gaan. En de Red Bull laat zijn krachten weer zien in Las Vegas. Beetje wijd te gaan. Moet niet naar achter kijken, moet vooruit kijken. En weer al
We zitten op 17 seconden voorsprong op Russell. Dat gaan er nu 18 worden. Ze. En let's go. Net geen paarse sector 2, maar maakt niet uit. Hier, deze bocht is ook echt moeilijk. Haaks, haaks. Dus, let's go. We gaan sowieso al de snelste race ronde hebben. 1.41.3. Kan beter, hè. Let's go. En we zijn knallen met de Red Bull. 20 seconden, 21 seconden voorsprong op Russell in de Mercedes. En Alonso in de Aston Martin volgt op 21 seconden. Ook nu 22 seconden. En Hamilton op 4 met de Mercedes. En de eerste Ferrari is op 5. Leclerc op 25 seconden. En let's go. Deze bocht, deze eerste sector was een paarse sector. Let's go. En we zijn aan het doorgaan. Hup. Oeh, dat was een perfecte bocht. Welke auto zou al dit tegenkomen? Zou het de Haas, zou het de Williams, zou het de Alfa Tauri zijn dat we tegenkomen? Of misschien wel de Alfa Romeo? Wie weet. En weer geen paarse tweede sector, maar wel een snelste, een eigen snelste, persoonlijk snelste tweede sector, maar geen allersnelste tweede sector. En paarse sector 3. We gaan naar 41.454. Alonso is een plaats opgeschoven naar P2. En Sainz naar P5. Dat betekent dat Leclerc uit de top 5 is. Leclerc terug in de top 5. En nu is Sainz terug uit de top 5. Gaat er ontspannen bij de pitstops. Wie of wie gaat er eerste zijn bij de pitstops? Wie of wie gaat er als eerste pitten van de zachte bandrijders? Van de mannen die op de softs staan. Wie of wie gaat er eerst pitten? Zou het Alonso zijn? Zou het Russell zijn? Of zou het Leclerc zijn? Of zou het Sainz zijn? Ik weet het nog niet. We zijn 4 rondes ver. En we zijn al heel goed bezig om een serieuze leiding op te bouwen. Want we zitten nu op 36 seconden, 70 seconden op Alonso. En ik denk dat Russell juist nog DRS gaat hebben op deze strijd als hij in de DRS-zone blijft natuurlijk. Gaan we op 40 seconde ronde 5 ingaan? Nee. Het antwoord erop is nee. Maar nu zit wel op 40 seconden voorsprong op Alonso. Russell terug naar P2. Oh my god. En Sainz terug naar P5. Dat is met DRS gebeurd. En Russell is ook naar P2 gegaan, ook met DRS. Hier ging ik weer wat wijd. Wie van de twee medium rijders in de top 5 gaat er eerst in? Ga ik eerst in de pits of gaat eerst Hamilton in de pits? We zullen het zien, we zullen het beleven.
Let's go. Vijfenveertig seconden Brussel. En we zijn nog aan het doorperen. Eén snelste, tweede sector. Maar het maakt niet uit, want we zijn om de... We zijn gewoon proberen te managen. Hoe gaat het met de banden? 10, 10. Van voor 10. Links van achter 10 en rechts van achter 11. Dus we proberen onze banden wat meer te managen. 48 seconden. Ik denk dat de medium, de softstrijder stond een ronde of 12, 13 naar binnen gaan. Dus we gaan hem zeker niet inhalen op de baan. Dus wie van de eerste softrijders gaat er naar binnen? Gaat dat Alonso zijn? Alonso terug op P2, dat is goed. Russell op P3. En nog altijd Hamilton op P4. Hamilton houdt een sterke P4 plaats. En we zijn er weg. 50 seconden op Alonso, 51 seconden op Russell. En ik ben hier fouten te maken. Dit is de eerste keer ook dat ik in de Formule 1 race de volledige afstand rijd. Dus als mijn rijstijl een beetje anders wordt, sorry daarvoor. En het is toch ook een heel intensieve race, want het is natuurlijk in Las Vegas. Met heel veel bochten en zo, dus ja. Misschien als ik mijn Xbox Series SM en waarschijnlijk de Thrustmaster TX en een Ferrari stuurtje. Ik ga waarschijnlijk naar de Ferrari SF1000 stuur gaan. Ga ik ook meer en meer content uploaden voor de F123 op de Xbox natuurlijk. En ja, dus we zijn met de Red Bull bezig, bijna een minuut op Alonso, bijna een minuut op Alonso en 59 seconden op Russell, Russell natuurlijk dan met DRS en Russell weer naar P2, wat een gevecht voor P2 en P3. We hebben een minuut op Russell en een minuut op Alonso. Een minuut en 4 op Sainz, een minuut en 5 en een minuut en 1 seconde op Hamilton. Waar, oh waar en wanneer gaan we onze eerste auto tegenkomen dat we moeten gaan lappen? Want ik denk dat dat ronde 9 of ronde 10 gaat zijn. Dat we onze eerste achterblijver gaan tegenkomen. Kan zelfs eerder zijn, maar dat weet ik niet. Dan ga ik proberen wachten tot aan een DRS-zone voor die voorbij te gaan. Dan kan ik er misschien meerdere tegelijk pakken. En het is een haas. Ronde 8 komen ze al op mijn radar. Het zal de haas van Hulkenberg zijn, denk ik. Of is het de haas van Kevin Magnussen? We zullen het zoiets zien. Ronde 9, denk ik, eerder dat we die gaan... Oh, we kunnen die al zelfs eerder lappen. Maar ik blijf er achter tot ronde 9. Oh, hier heb ik een foutje gemaakt. Of als ze die aan de DRS-zone kunnen pakken, maar dat zal waarschijnlijk wel niet. Nee, hij zit te ver weg.
De DRS-detectiepunt ligt hier ergens. Oké, maar we komen het wel. Ja, want hier is heel de strip is DRS. Het zal eerder zijn ronde 9. Het is de haas van... Welke haas is het dat we achterna zitten? Oh, de haas kan nog snel. Hulkenberg, let's go. Hulkenberg zijn we zijn voorbij aan Hulkenberg. Let's go. Dus de bijna aan een vijfde van de Grand Prix. Om een kwartier gereden. Ongeveer. Oh. De Williams van Sargent. Gaat dan aan de kant Sargent. Russell weer terug naar P2. En nu komen we de haas van Magnussen tegen. En we komen ook nog de Alfa Tauri van Yuki Tsunoda tegen. En we komen hier ook nog de Alfa Tauri van Daniel Ricciardo tegen. Dus we zijn echt plaats aan het schoenmaken. Met DRS hebben we een snelste sector 2. En een snelste sector 3 ook. Tegen Bottas. Oké. Als Bottas dat instuurde. Bottas break tested me. Oké, dat heeft me wel gekost. Ik weet al dat ik niet zo diep raak. Oké, mijn banden beginnen eraan te gaan. Oh, nu ga ik zelf te diep. Zie je, de foutjes beginnen zich om te stapelen. Let's go. Alonso op 1.34, maar dat gaat waarschijnlijk wel veranderen. Ik heb 1.25 nu. Mijn banden gaan... Mijn banden zijn naar de zak. It's just like I'm driving on ice.
Maar zo. Oké. Dat leeft ook al, oké. Oké, nu naar de kom. Zeg ook kom. Je stuurt wel in, hè, vriend. Oké, mate, don't... Dat wordt een flashback. Ook komt u de sneeuw in ze. Oké. Daar had ik wel een flashback voor nodig. Anders was het me niet gelukt om over daar te geraken. Dan zal zonder DRS voorbij aan Lance Stroll. Checo gaat aan de kant, jong. We zullen daar de McLaren van Norris. Dus dan zien we al de top 5. We zijn aan Norris voorbij, let's go. We hebben Leclerc op een ronde gezet. Hamilton, I'm coming, my friend. Let's go. Ronde 13 van 50. Let's go. Hello, Tom. I'm here, my friend. Alonso. En hier mijn vriend. Oh, dat was een good move. I took them both. Oh. Rustig op naar de pit en ik dacht dat Alonso er ook in was. Thank you.
Russell is de eerste gepit, let's go. Nu is het echt van manager. Let's go. Overtake van het jaar. Overtake van de video. Nu op Alonso en Russell. Hoeveel staan mijn banden? 28 links, 29 rechts en 30 links en 32 rechts. Oeh, kom aan. One engineer ook naar binnen. Ik ben best wel aan een goede stint bezig, vind ik zelf. We're approaching the pit window and you're gonna be on mediums. Dat is cool. Alonso is in de pits. Dat is cool. Alonso gaat waarschijnlijk. Sainz en Norris gaan ook in de pits. En Perez komt daardoor op P3. Alonso komt buiten op de medium waarschijnlijk. Die hebben het omgekeerd gegaan, die gaan naar soft, medium, medium. Ah nee, Alonso terug op de softs. Alonso is op de softs buiten gekomen, dan gaat hij naar soft, medium, soft, hard. Of soft, medium kan ook nog. Of soft, medium. Komt deze race sowieso een 2-stopper. Als je voor 2 keer soft gaat, zoals een 3-stopper. Dus Alonso gaat voor de 3-stop. We gaan gewoon medium soft. Dus wij gaan de laatste stint gaan naar de softs. Wij doen maar een 2-stopper. Dan gaan we letterlijk rond de 17 naar binnen, denk ik. 10 minuten in de pit. Dan gaan wij de volgende ronde naar binnen, denk ik. Rond de 17. Hadden we nu al geweten dat ik naar binnen moest. Gasly op de mediums gaat ook nog door. Dan moet Hamilton zoiets ook nog binnenkomen. 10 minuten in de pits, maar dat weten we toch. Sergio's in the pits. Ja, hij is juist buiten. Sergio's in de pits, hij is juist buiten. Let's go. We zitten aan een half uur opname. En we zijn ongeveer een half uur verder in de race. Nu moeten we gaan zien, dat is waarschijnlijk nu onze pitronde. We're gonna
Stop, we're gonna bog this lap. En dan ga checken over de drie stopper, denk ik. Als er nu al geboxt is. Gaat hij voor medium, medium, soft, soft. En de Claire gaat ook voor de drie stopper. Dat is gewoon om Alonso te counteren, denk ik. Wij gaan nu binnen voor een setje mediums. Mijn banden zijn helemaal naar tering. Hoe zit het met de brandstof? Ziet er ook allemaal goed uit. Misschien moet ik wel minder doorpushen nu. Moet ik gewoon gaan beginnen managen met de volgende sets. In deze sets heb ik wel serieus meegereden. Let's go. Zet er een nieuwe mediums op, zo. En daar gaan we weer. Geen probleem. 2,8 seconden. Daar zal Red Bull blij mee zijn. Dan denk ik dat we tot ronde 40 zo gaan doorgaan. Oké, one stop to go. 20 rondes, denk ik. Oké, okay. 136 zelfs. Dus maar 18 rondes op deze stint. En dan 14 op de soft. Kom aan, nu kunnen we weer even zien. Dat ik op het laatste nu hard ga pakken. Nu gaat. Nieuw soft. Dat wil ik doen. Ik ga de strategie niet opkloppen. Wel, als ik bijvoorbeeld zie. Dat de mediums het niet houden in deze race. Ga ik voor de hard. Maar tot nu toe dat we nu wel allemaal perfect hoe ik wil. Let's go. En Hamilton is nu ook eindelijk naar de pits gegaan. En combaten met andere medium, denk ik. Of gaat hij het doen voor de eenstopper misschien? Nee, hij komt ook buiten het medium. Let's go, en nu zijn we dus. En weer een verbetering van een ronde bezig.
lang geleden dat we nog zoiets gezien hebben. Van ronde 3 of zo. Dus 16 rondes geleden dat we een verbetering hebben gezien van de tijd. Van de snelste ronde. We gaan naar een 1.43.3. Oei, Albon is de 6 jaar. Oei, oei. Oei, oei, Albon is de 6 jaar. Waar staat hij dan stil? In de gronden zijn Albon 6 jaar. Daar staat Albon. Maar zo. Nog 19 coureurs overblijven. Er blijven nog 19 coureurs over. Let's go. Let's go. Veel aan verbetering van tijd. Naar welke tijd gaan we? 1.39.4. Good job, that was the fastest lap of the race so far. We zitten met Tsunoda voor ons. En nu met Hulkenberg voor ons. En we genieten nog van een beetje DRS ook. En dat is cool. Nu Logan Sargeant voor ons. Dat is de enige Williams die er nog in zit. Zo. We gaan weer naar de snelste tijd. We gaan nu weer 3 of 4 man in 1 ronde verwijderen. Die staan nu al op 2 ronden, die mannen. We gaan naar 1.39.5. Dat is de Alpine van Ocon, denk ik. Ocon of Gasly dat voor ons zit. En wie is het? Gasly. En nu de Alfa Romeo van Bottas. En nu gaan we... Nu gaan we team erbij aan Bottas, maar we raken hem hier. Nu gaan we naar de Guan Yu Zhou. One go.
werk mee, Joe. En nu gaan we naar de Alpine van Esteban Ocon. Tegen Ocon gedraaid ook. Je ziet dat een snellere wagen aankomt, dan ga je toch aan de kant. Je hebt ook weer al vier wagens erbij gestoken. Nu dringen we weer de top 10 binnen. Waarin die we dan weer op een ronde bij gaan zetten. En als eerste hebben we de McLaren van Norris of Piastri. Ja, halen ze toch niet. Wie gaat het zijn, Norris of Piastri? Ik hoop natuurlijk Norris. Dat zal er Piastri zijn, denk ik. Let's go. Daar gingen we weer de fout in. Ik heb een berichtje gekregen. Daar zou ik tijdens de Formule 1 opnames mijn gsm op niet storen moeten zetten. En nu gaan we Oscar Piastri. De McLaren van Oscar Piastri is letterlijk voor hem. En de Aston Martin van Stroll. En onze teamgenoot is ook voor ons. En hij heeft de softs gepakt. En Sainz krijgen naar de softs ook. Nu gaan we richting de McLaren van Lando Norris. En nu gaan we richting de Ferrari van Charles van naar Charles Leclerc. En we hebben Leclerc ook al eens gepakt. Nu gaan we richting de Mercedes van Sir Lewis Hamilton. En hier rijden we ook gewoon perfect voorbij. Zelfs geen slipstream nodig. Nu gaan we richting de Mercedes van George Russell. Die rijden we ook gewoon voorbij. De WP zegt dat het wel dus. We zitten trouwens aan de helft van de Grand Prix. En we rijden Alonso voorbij.
met DRS. We zitten met de brandstof. Plus 0,98 rondes, maar zo. We zitten met de banden. Beginnen te slijten. En zo. Nu nog 12 rondes ongeveer. Nee, nog 10 rondes. Om nog rustig bandenmanagement te doen. En niet te crashen natuurlijk. Zo. Gewoon rustig een beetje banden managen. Zo nog 9 rondes na deze, dus ja. Ik vind het wel uit. Nog 23 rondes, dat is wel. Let's go. Ronde 27 en achter ons gebeurt er ook niet veel meer. We zijn gewoon niemand van. Dus ja. Nu een klein beetje managen in de banden. Een beetje warmte erin blazen. We zitten nu met de banden. Sinds ik aan het manager ben, is er na 2% mijn Galaxy band bijgekomen. Je ziet dat mijn rondetijden zijn ook veel minder. Oeh, maar dat is gewoon managen. Dat is het teken dat ik goed aan het managen ben. En Alonso en Russell zitten in de pits. Dat Russell naar de softs en Alonso naar de mediums. En Norris zit ook in de pits. En Checo ook. Doe nu de 3 stopper. Sergio is in for his stop. Komt Russell nu niet op de
Op de mediums in het begin of op soft? Soft waarschijnlijk, hè? Gaat hij naar soft? Ah ja, die stond er een stuk op soft. Soft, medium. En Leclerc, ah ja, Leclerc moet je beet binnen. Alonso nog wel op soft, dan gaat hij. Gaat hij soft medium doen. Je moet sowieso twee compounds gebruiken. Maar je hebt twee ronden, is er maar weer 1% bijgekomen. Van bandenslettage. Heel goed aan het managen. Dus ja, we moeten ze weten dat we gaan naar ronde 30. Let's go. Ik haal weer de bocht niet meer. Ik moet even op te trekken. Oh, dat is cool. Dat ik kan beginnen managen. Doe je maar een 1.50.9. Mogen de pace wel opkrikken. De achtergrond gaan ze ook veel sneller rijden. Nog 6 rondes voordat we moeten gaan pitten. Ik ga toch eens mijn berichtjes bekijken. Oh, het was iemand dat mijn snaps aan het opnieuw afspelen was. Maakt niet uit. Oké, we gaan nu richting hier is zijn Hulkenberg. Hulkenberg gaat eerst zijn wat 3 rondes kan zetten. Ik heb nu even gemanaged. Nu alweer volledig. Het tegenaan. Let's go.
Nee, Williams van Logan Sargeant. Oké, let's go. Nu komen de Haas. Van K-Mac tegen. We moeten nog 19 rondes rijden naar deze. 50 rondes. De Las Vegas Strip. Dat is echt wel pittig. Oké. Haas van Magnus is dit voor ons. Welke band zit hier soft? Wat valt daar van? Danny Rick. Rijdt op de mediums. Let's go. En dan die positions geswapt. Of is er iets uitgegaan met dit stop? En de Ricciardo zat heel ver voor Tsunoda bij de vorige pitstops. Maar ik weet al dezelfde fout van mijn remmen blokkeren. Denk ik. Oh, je bent daar van te jagen. Dat kan ook nog. Ik ben gewoon te veel aan het jagen. En misschien ik altijd door. Let's go. Op. Naar Tsunoda, I guess. Maar Tsunoda, zo ga je geen vrienden maken. Tsunoda, dat is omdat je me blokt, hè, manneke. Oh, Japanees. Oké, let's go. In 47-0. Oké, we're approaching the pit window. You're gonna be on softs. Oké.
Eindelijk ben ik voorbij aan Tsunoda. Potos zijn we ook erbij, ze. Thanks voor de hele show. Oké. Ocon, je weet ook niet. Echt, mannelijk Ocon. Zo, de laatste tintse week. 14 rondjes met de stops. Zo. Meer richting de Alpine van Pierre Gasly. Let's go. Yeah, Gasly. Okay, we want you to pit this lap, so push now, push. Let's go. We gaan deze ronde pitten waarschijnlijk. Ik zie geen tire deck. Ja, no tire concerns, maar we moeten wel binnen. Ik ga de ronde uitstellen, denk ik. Nee, ik ga toch gewoon binnen. Let's go. Daar gaan we weer. Geen problemen. Prima pitstop. En daar
gaan we weer. 2,8 seconden. Daar zal Ripple blij mee zijn. Pit strategy complete. See these tires through to the end now. We houden op om achter ons. Dan gaan we nog 13 rondes tot het leven. Direct al. Snelste tweede sector. Let's go. Nog 12 ronden te overleven. Let's go. De snelste tijd is nu 1.39.4. Hoeveel gaan we erboven zitten? Persoonlijk snelste tweede sector. Een volle 2 seconden sneller. Nu rijden we richting Russel. Zo. Nu richting Hamilton. Hamilton is in de pits. Wauw. Easy.
Tsitsipas. Nog 10 rondes overleven, let's go. In 38-2 deze ronde. Let's go. Alonso zit zelfs in de pits. Wauw. Sergio is in for his stop. Wat ik nu te weten nog eens kan pitten. Sergio's in the pits. Nou kan ze weer nog eens spitten. Op ronde 45 ga ik nog eens spitten. En de 5 ronde. Een nieuwe band. Kan ik nu even doorgeven. Ik ga bij ronde 45 kijk nog eens de nieuwe banden gaan. Ik ga ook een 3 stopper doen. Ik heb zin in een 3 stopper. Nou, die was plan om een 2 stopper te doen, maar ik kan een 3 stopper doen.
Let's go. Nee, ik ga gewoon blijven doorrijden. Twee stopper blijft toch wel het beste. Gewoon iedereen op 4 rondes zetten. De snelste ronde heb ik sowieso. Ik ga gewoon iedereen op 4 rondes zetten. Daar hebben we nog 7 rondes voor. Dus dat gaan we wel lukken. Kijk ik. Nog 7 rondes, na deze nog 6. Let's go. Nu richting de top 10 staan. Let's go. Dat beginnen. We beginnen heel goed te rijden. Dan zie ik al een kleine rijden. Wat heb je in de kleren? Misschien niet meer altijd zijn. Let's go. Nee, maar dan kan ik wel die 9 wagens op 4 rondes gereden. Oké. Dan heb ik er 10 wagens op.
4 rondes te rijden. Norris in front. Let's go. Carlos Luca. Come on. We zijn dan ingehaald. Nu nog Russell, Alonso en Lewis. Gaat het me lukken of gaat het me lukken? Niet lukken om die op 4 rondes te zetten. Let's go. Kan me wel lukken, denk ik.
Let's go. Okay, just 2 laps of fuel remaining now. Let's go to... Laat de volgende ronde zijn. Let's go. Oh, we can better clean your staff from this guy. Let's go. Na 1 uur en 28 minuten te rijden ben ik eindelijk binnen. Coureur van de dag, Sergio Perez. Waar is Max Verstappen? Let's go. En terwijl de coureur het zwart-wit geblok pakt, gaan de fans door het dak. Las Vegas wow, heeft daar kampioen. Wow, wow. De strip is veroverd. Max Verstappen. Was Van Damme een gedenkwaardig. Wat een drive van mij. Waardoor hebben zij zichzelf van de rest onderscheiden? Consistentie was vandaag echt belangrijk. Dat betekent dat je snel moet zijn, ronde na ronde na ronde. Als je dat kunt doen, dan kun je profiteren. Wat een drive van mij, echt, what the fuck. Red Bull is onze winnaar vandaag nadat ze geweldig stuurwerk hebben laten zien. Ze proberen de laatste tijd enorm te concurreren met de andere teams en dat werpt zijn vruchten af. Wauw. En Bas van Damme, wie zou jij als coureur van de dag kiezen? Max Verstappen leek zich vandaag een uur en 26 minuten heb ik gereden. Hij was echt mijn coureur. Zo, wat een... Wauw. En dit, dames en heren, is dus hoe... Dit, dames en heren, was dus de video... waarin ik, 100% race van de Grand Prix van Las Vegas deed. Jullie nog meer van zo'n content zien op de komende weken. Smash dan zeker de like button en reageer eronder. Welke race dat ik de volgende keer 100% moet doen. België of of Zandvoort of Monaco. Laat het maar weten. Monaco wil ik ook wel eens doen, 100% race. Dus dat gaat wel de volgende race zijn, denk ik. Monaco 100%. Maar na Monaco 100% mogen jullie laten weten welke race dat jullie willen
dat ik nog eens 100% moet spelen. Ja, laat maar weten. Let's go. Check jullie guys. Graag zien in de volgende video. Dat gaat vrijdag zijn. Dan ga ik de video opnemen. De video maken. Alleen de video uploaden. Van hoe dat ik het ga doen met Team Leader. Let's go. Check jullie guys. Graag vrijdag. Let's go. Bye bye.